Doe ik deze er even in. Even geduld. Hey. Wacht maar. Nee, niet en niet met in met die bal. Nee. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 11 augustus 2021 en het is 5:01 in de middag. Ja, wij gaan zo meteen even weer de hort op. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Je hebt haast, kom hier. Ja, kom hier. Oeh, heb jij haast? Heb jij haast? Kom eens hier. Lofie, kom eens hier. Kom. Dit. Kom hier. Ja, is een andere hond. Ja, hi. Hi, heb jij haast? Die heeft ook haast. Die heeft haast. Kom hier. Kom eens hier. Ja, mevrouw haast. Kom eens hier. Kom eens hier. Ja, goed zo. Ja. Hey, was je er ook, schat? Hi. Lovely. Je gaat weer te hard. Kom. Voor. Hier. Goed zo. Ja, nou, ik weet niet welke taart ik zei in de intro, maar volgens mij is die hele tijd fout. Maar oké, maakt allemaal niet uit, geeft niet. Het kan gebeuren als je nog onder de medicijnen zit. Hè? En als je dus een man hebt die overal continu ook in principe op zijn manier reacties op geeft. Terwijl ik het even allemaal in mezelf zeg, ja, dan raak ik het eventjes kwijt. Maar oké, het is dus nu richting 2:30 gaat het dus nu. En we gaan dus nu even met de auto richting de dierenvoedselbank. Yep. Dus daar gaan we even nu naartoe. En wat we allemaal nog meer gaan doen. Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Een hele kleine Dinky Toys. Zo. Wat gebeurde er nu? Afslaan. Ik wilde te snel optrekken. Een gele Mazda. Ook leuk. Een gele auto, ja. Maar oké, we gaan dus inderdaad dus nu naar de dierenvoedselbank even voor de diertjes weer halen. En dan, wat we allemaal nog meer gaan doen, geen idee, maar het is wel onwijs mooi weer. En ik wil daar wel even nog wat van genieten, voordat ik weer onwijs moe ben. En dat ik eigenlijk op de bank weer ga neerploffen of nog even met Ro op YouTube mapjes goed gaan doen met de vlogsnummers. Dus ja, dus ik moest gewoon van rood doornummeren. Dus wie weet hoe ver we eigenlijk al zijn. Geen idee. Dus, maar ik hoop dat we eigenlijk even 2,5 map of zo kunnen doen. Of 1,5 map moeten we maar even kijken. Dus, maar ja, geeft allemaal niet. We gaan er gewoon weer een leuke dag van maken. Ja, zonnebrilletje op. Rody zit alweer in de auto. Rody moest even net wat boodschapjes hebben, dus dat hebben we maar even gedaan. En nu ga ik weer in de auto zitten, in deze snackhete auto. Ja, dus we zijn even bij de jumbo geweest. Ja. Het dikke idee, moet ik er eerst hier te komen. Handig. Zo, ha, snackhete auto. Joho. Snackhete. Helder. Lekker warm. Wel, nee. Het is vandaag al koud weer de hele tijd. Is het eindelijk een keer warm, is het weer niet goed. Nou, het is wel goed, alleen die zon die maakt het in elke auto is warm. Gewoon een kokend oventje. Een oventje, ja. Mag je hier overheen? Ja, dus nou ja. Ook weer gedaan. Zo, ook even kijken in de brievenbus. Ja, dat heb ik altijd al. Ergens weg geweest. Kijk, bos van de kaapje. Kijk, een blanke blaadje, ook leuk. En heb ik hier dus nog post. Heb ik hier nog wat. Oeh, kijk, ook leuk. Die heb ik dan voor mama Maria van Oosterwijk ook, hè? Dat is leuk. Wat grappig.
Kijk, mijn vastzegel. Ik hoop dat ik het kan laten zien. Kijk. Kijk. Leuke vastzegel, toch? Ja. Nou, ik ga even naar boven. Ik dacht eerst even een ander pakketje. Maar nee, het is van mama. Dus ik ga zo meteen mama verbellen dat ik niks bij hem in de bus. Nee, dus. Maar dit doe ik dus elke dag. Ja. Dat is gewoon een standaard routine. Zo, nou, Rodi zit sowieso bij mij aan de overkant. Wat ik al zei, ik heb een pakketje binnen. Nou, die gaan we dan maar gelijk even kijken. Het zit weer goed verpakt. Waarschijnlijk heeft iemand hem al gezien. Want ik weet van wie hij vandaan komt. Dus dat scheelt. Nou. Ja, dat zeg ik. Ik weet er van wie die komt. Maar ze weet het nog niet en dat ik hem heb. Want ik ga haar zo meteen bellen dat ik hem heb. Dat ik hem al uit heb gepakt. Ja, ook dat. Wat zeg ik? Het komt inderdaad daar vandaan. Kijk. Daar vandaan. Zie je dat? Nee. Waar mijn vinger... Wie is dat? Zie je dat? Ja, maar bij... Nee, maar... Diegene heeft het dus weer herstuurd naar mij. Mm-hmm. Dat is wat ik bedoel. Daar komt hij vandaan. Ja, oké. Okay. Koekoek. Maar ook haar adres doe ik niet in beeld. Maar dat is logisch. Maar ik heb hem al aardig gedaan. Kijk, hartstikke mooi. Dus ja. Oeh. Die is wel leuk. Ja. Okay. Laat hem eerst even lekker aan Roos zien. En een kettingje. Ja. Met een beeldje. Ja. Enzo, maar dan zijn achternaam. Oké. Okay. Grapje. Ja, het is dus een... Pep. Ik zal me even uit de verpakking halen. Het is dus een hangertje. En met afbeelding en van een paard erop. Twee zelfs. Ik weet niet of jullie het nou heel goed kunnen zien. Hallo, scherp. We hebben niet echt scherpe stelling, jongens. Heel jammer. Maar ik zal er wel eventjes een foto van maken en dan zal ik hem even hier erbij bijvoegen. Ja, ik kan Ro even bekijken. En dan ga ik mijn eten nu even lekker opeten. Ja, precies. En ik ga mijn mama even bellen. Dus mam, als je deze vlog ziet, dankjewel. Maar ik heb je ook al, maar ik heb u ook al bedankt. Dus. Nou, zoals jullie dus weten zijn we dus bij de dierenvoedselbank geweest. Nou, deze dingetjes weer. En dan ook weer meta. Kijk, ook weer erbij. En dan heb ik deze dingen. Nou, die moeten dus weer naar beneden. Dan heb ik deze weer. Kijk, kleine blokjes. En dit zijn ook kleine blokjes. Oké, prima. Deze dingen. Deze dingen. Nou, dat maak ik. Dus de grote dingen maak ik straks los. Deze mag naar beneden. Heb ik hier dus nog een hele zware tas, waar ik dus nou ineens nu mag tillen, maar oké. Okay. Ik weet hoe ik het moet doen in mijn eigen huis, dus... Zo. Nou, dan ga ik hem even openmaken. Nou, dat is gewoon eigenlijk gewoon heel simpel om even te kijken van wat is van welke is welke dier. Maar dat is in principe heel makkelijk. Kijk, net zoals dit is voor de katten. Nou, dat gaat dus ook weer naar beneden in de kast. Dit is ook weer voor de katten. Nou, ik ga zo maar even door. Dit is ook weer voor de katten. Nou, heb ik hier dus
Heb ik hier dus een zak katten voor. Heb ik hier twee kleine zakjes met cavia voor. Oh, hé, één zakje is dus kadoek. Oké, dan moet ik daar even rekening mee houden. Oké. Kijk, daar komt rood dus ook alweer aan. Dus ik moet even kijken hoe ik het even zo meteen ga doen. Sowieso even de kattenvoer even als eerst even in de ton doen. En dan mag Rome zo even helpen met even de cavia bak te pakken. En waar de voer in zit, omdat er nu één één zakje kapot is. Zet maar neer, lief. Maar weer eventjes die voerbak van de cavia's even pakken, want er is één zakje kapot. En de ton en van de kattenvoer is nu bij deze helemaal gevuld. Ja. Die is echt tot de nok toe. Even kijken. Waar laat ik die nou dan? Waar laat ik wat? Hé? Hé? Dat is. Ik heb toch altijd hier een schepje in? Hier heb je niet mee. Jawel, hier. Dat is geen schepje. Ja, maar dat noem ik een schepje, een beker, mijn maatbeker, een schepje, maar die stond daar. Oké, even die, die en die bak die dus nu en naast de kaviakool staat, die moet ik hebben, want er is één zakje kapot, maar ik weet niet welke. Ja, deze, oké. Dat is deze. En dan kan die, yes, lof, moet dat echt serieus. Ja, en dan kan deze in die bak erbij. Volgens mij, als het lukt, moet je echt wat een beetje plat doen. Yes, top. Nou, dan kan die weer terug. Ja, even geduld. Ik ben nog zo ver. Want je zou me toch moeten helpen met die grote zak. Zo, en zijn kaafje bak ook weer gevuld. En dan ga ik even opstaan. Met heel veel moeite even. Zo. En toen stond ik overeind. Ja. Nu moet ik even deze ton hebben. Maar dat wil niet. Even gelijk wat ik nu wil. Ik doe het even op deze manier. Want hij gaat er dus nou niet uit. Dat weet ik. Ik heb ergens een schaar, schat. Dus als je even dat ding wil, die zak wil losknippen, want deze ton die kan er dus niet meer uit. Kan ik hierop zetten? Ja, vast en zeker. Hey, meisje. Ga eens aan de kant. Kom. Even aan de kant, lieve schat. Kom. Want die ton die kan er dus niet meer uit, want anders moet je eerst dit weer helemaal uithalen en dat schiet niet op. Hop, 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 hop. Als je van beide kanten open doet, en niet zo ver en de volgende keer, maar gewoon tot ongeveer tot hier. En als je net wel mee wil, want ik mag niet zo zwart in. Dus ja. Moet er gewoon in. 1, 2, gaan we het samen doen. Hartstikke mooi. Yes. Zo. Ja, wacht even met vullen. Ik wil eerst die andere voer erbij hebben. Zo. Even aan de kant, meisje. En heb ik hier dus nog een hele tas. Daar zit dus de hondenvoer in. Ah. Ja, dat had ik nog niet gedaan namelijk. Ah. Dat gaat er nu bovenop. Ah. Op dit moment. Moet ook nog eerst zien of het past, namelijk. Ja, ja, dat weet ik. Dus laat me eerst even.
staat nu echt op mijn handen te kijken. Dat is iets waar ik niet tegen kan. Dus of je gaat een stuk achter me staan, lief. Want ik kan hier niet heel goed naar dat je achter precies op mijn handen zit te kijken. Dat is iets... Ja, kijk. En nou moet ik hem dus inderdaad vullen. Geef niet. Ja, je hebt gelijk. Haha, maakt niet uit. Ook Ro heeft wel eens een keer gelijk, hoor, jongens. Alleen ik ben gewoon stront eigenwijs. Ja, er valt nu een hoop ernaast, dames. Lekker. Lekker, zegt Ro ook nog. Wauw. Lekker. Nou, ik denk niet dat, honden dat lekker vinden, hoor. Maar oké. Misschien in de meisjes wel, maar... Oh, wauw. Ja. Kijk eens, dames. Als jullie toch willen eten... Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kun je gelijk vreten. Zo. Nou, ga ik gewoon weer even een bakje vullen. Kijk. Ik ben gewoon eigenwijs, jongens. Ik ben gewoon lekker stront eigenwijs. Dat vind ik leuk om stront eigenwijs te zijn. Wie niet? Ik zag je duimpje wel. Oh, wauw. Ik zag je duimpje, hoor, schatje. En dan nog een volle bak. Kijk. Ja, en ik ben Sinterklaas geworden, volgens mij. Nou, dit is dus hoe ze de bak krijgen. Lekker vol. Kijk, mag Ro het weer daar naartoe brengen. De honden vindt het leuk om... op onze handen te gaan kijken. Letterlijk en figuurlijk. Hè? Om je heen te zoomen. Ja, is toch ook handig om je heen zoomen. Kijk, en dan is deze bak weer helemaal too full. Nou, ik zal even de ton filmen van hoe vol die nu is. Nee. Die is vol. Nou, dit is dus een ton, wat dus helemaal vol zit. En Ro, die vond het nog leuk om eventjes wat leeg te maken, hè, schat? Dit zat nog in de zak. Ja, nou, dat is prima, toch? Nou, en dit ga ik nog even hier even in doen. En ik ga de deksel even hier er even op knallen. En zo. En dan ga ik dit even hier doen. Want hier heb ik dus een hele hoop lekkers voor de honden. Ja, en dat wordt dus nu weer aangevuld. Ja, degelijk. Wil je wat lekkers dan? Nou, dat mag. Als jullie even gaan zitten. Krijgen jullie wat lekkers, hoor, zometeen. Oké, ga zitten. Nee, kom hier. Zitten. Nee, zitten. Zit. Kom hier. Nee, kom hier. Dan wil ik het wel goed doen, hè, dames. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Zitten. Alle drie. Zitten. Oeh. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En dan niet op de bank. Kijk eens. Hallo. Alsjeblieft. Goed zo. En dan niet op de bank. Niet op de bank. Wil ik niet hebben. Niet op de bank. Ja, ik blijf het herhalen. Want ze vinden het nog wel eens leuk om dus inderdaad op de bank te gaan. Met die koekjes, snoepjes wat ik ze geef. En dat mag van mij niet. Nee. Ik ga deze leeg kapot maken. Kijk. Zo. Moet dat? Rauw staat mijn hand. Gaat die snikkie staan, hoor. Dan gaat die heel snikkie staan, meneer. Rauw zegt, kijk, opletten, 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 opletten. Maar dan vergeet je nog en... En ik ben nog niet klaar, want ik heb nog een zakje. Lief, ik heb nog een klein zakje. Kun je weer rozen? Dat vind je toch zo leuk, rozen? Opletten, mensen. Opletten, opletten, opletten zometeen. Opletten, doe ik deze er even in. Even geduld, even geduld, even geduld, even geduld. Hey. Ook wij kunnen soms gewoon leuk doen.
Dus ik ga die en die andere zakjes even in andere doen. En dan mag Ro deze ding weer eventjes opbergen. Naar de... Ja! Flikker op, man. Schuif eruit. En met je bal. Ja, nee, dat is mijn camera. Niet doen. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Wacht maar. Wacht maar. Wacht maar. Wacht maar. Nee, niet en niet met, met die bal. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. 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 Hoi meisje, was lekker. Ja, mooi. Ja, kijk. Heb ik hier nog van die mooie twee zakjes. Drie. Lief, wil je dan deze ton even daarop doen? Daar, mus. Hey, kom. Woonkamer. Lady naar achteren. Of naar voren ook goed. Vooruit, nou. En die is vol en die is zwaar. En deze moeten straks naar de kelder. Mooi. Kijk, hebben we hier ook nog het een en het ander. Dit moet ik weer even herindelen. Dit moet ik nog herindelen, dit. Verder. Maar voor in de rest vind ik het helemaal prima. Dus dat. Nou, ik ga even lekker mee lopen met Lady. Rustig, schatje. Rustig, rustig, Lady, rustig. Easy, wacht. Zo, het is helemaal naar beneden bijna. Helemaal bijna. Oh. Ik zit er vast. Ah, dat is stuk 1. Doe maar, kom. Papa. Goed zo. Keurig wijfje. Keurig wijfje. Goed zo. Ja. Yeah. Goed zo, meisje. Keurig. Ik weet niet of je het heel goed kunnen zien, maar ik denk het wel. Maar de paddenstoelen die groeien hier als kool. Echt de grond uit gewoon. Moet je kijken. Moet je kijken. Echt, ze groeien als kool hier. Hier. Daar. Daar heel veel. Hier. Allemaal dikke zwammen, paddenstoelen. Hier. Gaaf hoor. Ik zit zo bekijkt. Alleen Lady weet dat ze hier niet mag aankomen. Dus ja. Dan doen we dat ook maar niet, hè? Nope. Kijk, en hier is ook weer een hele kolonne bij elkaar. Moet je kijken. Is gaaf hoor. Net was ik een stukje daar. En dan ben ik hier. In Hagen. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, ik ga jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan check ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog.